Ook de markten die in de open lucht hun waren aanbieden worden getroffen door de coronamaatregelen. Op de zonovergoten markt van Veenendaal peilden we de reacties. Het zijn landelijke regels die de gemeente moet volgen. De gemeente staat hierin ten rug tegen de muur. Wij mogen dus alleen de food op de markt zetten en de non-food die mag niet op de markt zetten. Ja, wat betekent dat in de praktijk? Dat we dus een halve markt hebben en dat er dus een heel aantal koopmensen zijn die thuis zitten duimen te draaien en die maar hopen dat ze zo snel mogelijk wel weer naar de markt mogen. Want ze staan niet voor de lol op de markt, ze moeten de kost verdienen. En wat vinden de marktlui van die hier wel mogen staan? Wat vinden die daarvan? Die zijn blij dat ze wel mogen staan, maar die hebben natuurlijk ook wel een klein beetje het idee van jongens, waarom wij wel en andere mensen niet. Want als u hier de hoofdstraat ziet, dan kunnen makkelijk 10 of 20 kramen bij. De mensen die dan gewoon zelf de kost kunnen verdienen. Maar ja, dat mag niet, overheidshalve. De gemeente daarentegen zou het prettig vinden als we ze weer neer zouden kunnen zetten. Maar het mag niet van het Rijk. Ja. En nu mogen de winkels ook min of meer open, dan zou dat toch eigenlijk voor de non-food ook moeten gelden en nog wel in de open lucht? Daar zijn wij volop mee bezig en we hebben dat aan alle manieren gevraagd. Maar ja, wij lopen gewoon tegen de muur op. Het zou eigenlijk veel beter gekeken moeten zijn naar wat zijn de mogelijkheden. En er wordt niet naar de mogelijkheden gekeken, er wordt alleen maar gewoon met een botte bijl een klap opgegeven. Wat is het om op de markt te staan tijdens de coronatijd? Ja, eigenlijk heel leuk, heel gezellig. Wat eigenlijk is daar nog leuk steeds. Aan? Nou, er komen nog steeds dat je leuk mensen spreekt en zo op de markt. Dat je dat voor de rest niet heel erg meer hebt. En op de markt nog wel. Dat is eigenlijk de enige plek waar je nog mensen spreekt. En ja, gewoon de gezelligheid die je er natuurlijk voor niks bij krijgt. En de service natuurlijk ook. Belangrijk. Ja. En geldt voor u nog steeds de uitspraak, op de markt is uw gulden een daalder waard? Nou, dat is niet altijd zo. Nee? Nee, ik vind in de winkels kun je ook wel, als je erop let, kun je in de winkels ook wel in de aanbieding. Dat vind ik moeilijk om te zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, er worden mooie spullen verkocht tegen mooie prijzen. Dus mensen krijgen ook echt nog steeds waar voor hun geld. En nogmaals, de markt ook. We werken natuurlijk met aanbiedingen. Dus mooie zakken garnalen in de aanbiedingen. Het gaat allemaal wel in wat groter volume, maar daartegenover is de prijs scherp. Nou, in sommige gevallen wel. Maar het is natuurlijk vooral dat je een extra lekker en extra vers stukje kaas mee naar huis krijgt. Verser dan dat je het in een supermarkt of zo krijgt. Uw collega's uit de non-food zullen het wel heel erg moeilijk hebben nu. Die hebben het heel zwaar, ja. Ja, die kunnen wel inderdaad de bestellingen thuis aannemen. Ze mogen eventueel soms op de markt en daar het uitleveren. Alleen, je haalt nooit je omzet die je nodig hebt. Zet geen bedrijf. Zoden aan de dijk? Het zet eigenlijk, nee, nagenoeg helemaal geen zoden aan de dijk. Ja, ik heb ze nog niet gemist. Nou, want nee, u gaat voor de bloemkolen. Ja, ik ga niet zo vaak naar die stands eigenlijk. Wat betekent dat voor de markt op de lange duur? Ik ben bang dat er een heleboel kooplui zijn die nu dus al 3 of 4 maanden niet meer gestaan hebben. Dat die dus niet meer de kost kunnen verdienen. En er zijn ook mensen die denken, die snappen er helemaal niks van. Waarom is er niemand met sokken en waarom is er niemand met kleding? En waarom is er niemand met allerlei andere producten? Ja, die mensen gaan andere wegen zoeken. Netjes de kassabon erbij. Hartstikke bedankt. Fijne dag verder. Dank u.